Welkom in de Gouden Eeuw. De 17e eeuw toen Nederland het rijkste en belangrijkste land van de wereld was. Wow. Vanavond hebben we een wel heel bijzondere gast. Een grote kanjer van toen. Hij is eigenlijk al dood sinds, even spieken hoor, 1629. Maar hij maakt speciaal voor ons een uitzondering. Hier is hij. Geef hem een applaus. Jan Pieterszoon. Hallo. Jan Pieterszoon, echt te gek dat je hier bij ons te gast wil zijn. Echt super, echt toppie poppie. Ah, ik was toch in de buurt. Jan Pieterszoon, ga zitten, wat drink je? Rum. Doe maar gewoon rum, dubbele. Alsjeblieft. Dankjewel. Jan Pieterszoon. JP. Oké, JP. Jij bent eigenlijk de stoere, sterke vechtersbaas van de VOC, toch? Oh, dankjewel. Maar wat is de VOC precies? Ja, dat was een waanzinnig succesvol handelsbedrijf geweest. De Verenigde Oost-Indische Compagnie, opgericht in 1602. En wij voeren met tientallen schepen op Indië. Ja, dat heet nu Indonesië. Ja, dat zeg ik. Indië. Ja. En dan haalden wij dus nootmuskaat en kruidnagelen en peper. En omdat dat allemaal peper duur was... Begrijp je wat ik bedoel? Peper duur. Oh, ja. Peper duur. Zo peper duur. Ja, precies. Daar werden wij dus stinkend rijk van die handel. En daarom werd het dus door ons een gouden eeuw. Oh, wat spannend. En hoe kwam je aan je bemanning? Oh, die kwamen overal vandaan. Ja? Iedereen wilde mee. En als je niet mee wilde, dan werd je gedwongen. Ach, dat was zo'n mooie tijd. Dat was zo'n fantastische tijd. Dat was een toptijd. Nou, wat heerlijk. Dames en heren, Jan Pieterszoon Koen, geef hem een applaus. Heren, welkom. Gaat u zitten. En waar komt u vandaan? Uit het oosten van het land. Wij zoeken werk. Bij ons is er geen werk. Fijn dat jullie er zijn. Bier? Ja. Worst? Ja. Brood, kaas, spek? Ja. Maar we hebben helemaal geen geld. Oh, maar dat geeft toch niets. Dat zien we straks toch. Hè? Eerst eten. Ja. Maar hoe gaan we dat straks allemaal betalen? Dat zien we later wel. Varken aan het spit. Tas. Was het lekker? Ja. Ah, fijn. Mag ik dat nu even vangen? Dat is 30 dukaat. Maar we hebben helemaal geen geld. We hebben echt helemaal niks. Zeg maar, dan kunnen jullie toch niet gewoon een heel varken opvreten? Dan zal ik toch echt de schout en de schepen er moeten waarschuwen. Nee, alsjeblieft. Nee. We willen niet de cel in. Daar zit er maar één ding op. Teken! Maar wat hebben we nou eigenlijk getekend? Een sail. Jullie gaan mee op een schip van de VOC. Wij? Ja, 3 jaar naar Indië als matroos. Wat? Dat is de enige manier om het eten terug te betalen, want jullie loon gaat naar mij. En dat staat hier. Echt waar? Maar kan dat zomaar dan? Jazeker. Ik heb jullie zeel gekocht, zo heet dat, en zo krijg ik mijn geld terug. Maar mannen, gefeliciteerd. Jullie hebben een baan op het schip van de VOC. Au. Oh. Oké. Tot over 3 jaar. Ja. En dan willen we weer varken aan het spek. Oh, reken maar. Veel plezier. En denk om de scheurbuik. Ja. Heren, welkom. En waar komen jullie vandaan? Uit het zuiden. Oh, worst, kaas, spek. Maar we hebben geen geld. Oh, maar dat geeft toch niks. Dat zien we straks wel, toch?